allen van harte goedenavond bij de volgende aflevering van Tori for a Wiki. In Tori for a Wiki brengen wij u het verslag vanuit de regeringsraad, zodat u first hand kunt weten wat de besluiten zijn die zijn genomen door de regering vandaag. Alvorens we overgaan tot het uitgebreid verslag, is het handig om de verwikkelingen omtrent COVID-19 en de maatregelen die daarbij worden aangepast en steeds aanpassing vergen, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt, hebben we toch gedacht om dat gelijk met u te delen. Daarvoor hebben we de minister van Volksgezondheid en de minister van Onderwijs, omdat we op één aspect de nadruk zullen leggen, en dat is hoe wij omgaan met COVID-19 in de klaslokalen. Ik wil alvast de ministers welkom heten en de minister van Volksgezondheid in de gelegenheid stellen om zijn intro te doen. Dank u wel, heer Alphen. Ook een goedenavond aan alle kijkers en volgers van dit programma. We hebben inderdaad zojuist de regeringsvergadering gehad waarin wij geïnformeerd zijn door het OMT, deskundige van het ministerie van Volksgezondheid, waarbij in ieder geval in de afgelopen tijd data is aangevraagd bij onze epidemiologische centra en ook nog advies is ingewonnen bij de kinderartsen, de Vereniging van Kinderartsen in Suriname, om te komen tot in ieder geval een traject welke wij gerust mogen noemen normalisatie van het onderwijsproces. Dat is een van de belangrijke trajecten. U weet dat het onderwijsproces op dit moment niet volledig bezet is, ook niet volledig genormaliseerd is, weliswaar in aangepaste vorm wordt gegeven. Wij weten dat onderwijsmethoden op dit moment voor de ontwikkeling van kinderen niet gunstig zijn. Er zijn in ieder geval achterstanden, zowel in onderwijs, maar ook in de ontwikkeling van het kind geconstateerd. Het is sowieso niet ideaal. Aan de andere kant kijken we dus natuurlijk ook naar de epidemiologische ontwikkeling in het land. En dan bedoel ik met name u weet dat we in de vijfde golf zijn. En dat de vijfde COVID-golf en dat wij nu in de dalende poot zitten. Elke dag kunt u de cijfers volgen en ziet u dat het percentage mooi dropt. De R-waarde, bekend bij de samenleving inmiddels, ook bijna 0,5 is. Hetgeen allemaal indiceert, ook de ziekenhuisopnames met name, de afgelopen periode, de afgelopen weken, in de Omicron-golf met zoveel cases, blijkt vrij matig onder controle te zijn, althans goed onder controle te zijn. De ziekenhuizen, de IC-opnames, die zijn ook redelijk stabiel. En we hebben zeker gekeken naar de mogelijkheid om het onderwijsproces te gaan normaliseren. Het advies van de kinderartsen was daarbij enorm belangrijk. Waarom? Je wilt niet zomaar het proces gaan normaliseren, het onderwijsproces, terwijl de risico's bijvoorbeeld voor kinderen daar nog zeer reëel en aanwezig zijn. Het advies van de kinderartsen, natuurlijk na ingewonnen data en analyse, geeft duidelijk aan dat ja, er zijn wel kinderen besmet geweest. Dat is logisch. Als je kijkt naar hoeveel duizenden cases we gehad hebben in de vijfde golf, is het dan ook logisch dat er een bepaald percentage daarvan kinderen zijn en ook schoolgaande kinderen zijn. Maar er is ook gekeken direct de relatie vanuit cases, dus het aantal besmettingen, met het aantal opnames dat daar gekoppeld is en ook de intensive care opnames. En gelukkig constateren de kinderartsen dat het vrij de situatie dan de link enorm meevalt en dat wij gerust het advies van de kinderartsen hebben ontvangen dat het sluiten van de scholen, althans het niet volledig normaal hebben van het onderwijsproces, meer nadelige gevolgen heeft voor het kind, voor het onderwijsproces, dan het nu is, en dat wij dus liever gaan naar een stukje normalisatie. Het OMT heeft dit advies dus gegeven aan de regering, en vandaag hebben wij dit advies besproken bij de regeringsvergadering, en kan ik aankondigen dat vanuit volksgezondheid er volledige ondersteuning is voor dit advies, en dat wij het onderwijsproces kunnen gaan normaliseren. En zeker zal ik de minister van Onderwijs vragen om zelf aan te geven per wanneer dit onderwijsproces wordt genormaliseerd en wat daarbij de technische
de voorwaarden uiteraard zijn, welke volksgezondheid heeft geadviseerd in het kader van het normaliseren van het onderwijsproces. Uiteraard ben ik zo meteen terug met nog wat meer adviezen. Wat wel belangrijk is en gesteld moet worden, is dat wij in de komende dagen het traject gaan uitzetten om uitleg te geven aan de samenleving, aan ouders, aan kinderen, aan verzorgers, aan leerkrachten, aan ieder in het onderwijsketen, om op een verantwoorde wijze om te gaan met deze ontwikkeling. Het kan voor bepaalde mensen lijken op een angstige ontwikkeling, maar ik kan u garanderen, we zullen de deskundigen aan het woord laten, we zullen de doktoren aan het woord laten, om u correct en goed te informeren over de onderbouwing, de reden waarom wij nu hebben gekozen om het onderwijsproces te normaliseren. Heer Alphen, dat is het voorlopig van mijn zijde. En collega Levens kan uiteraard verder. Dank u wel, minister. Het is super dat u dat laatste stukje heeft benadrukt. Als samenleving kijkt u natuurlijk naar de richting die de overheid bepaalt. De richting die de overheid bepaalt wordt ondersteund vanuit het Outbreak Management Team met betrekking tot de voordrachten die zij doen. En daarna nog enkele andere stakeholders. Het is goed erbij te vermelden dat er continu stakeholders overleg is en dat we absoluut u als samenleving daarbij als een van de belangrijkste pijlers continu zullen blijven adviseren, informeren over hoe om te gaan met de nu ontstaande situatie. Mag ik de minister van Onderwijs vragen om in te gaan op wat de effecten op kort termijn gaan betekenen voor u als ouder, maar ook voor de scholen in het algemeen? Nou, ik dank u wel en ook goedenavond van mijn kant. Ik denk dat de kinderen en de studenten blij zijn dat ze eindelijk weer fulltime naar school kunnen. En dat ook de leerkrachten daar voordeel aan hebben. Ze hoeven dan niet meer twee keer hetzelfde uit te leggen aan twee verschillende groepen, omdat we de school en op school de klassen hadden gehalveerd. De achterstanden werden al ingelopen, maar wanneer alle kinderen weer op school zijn, zal het een stukje beter lopen en zullen de achterstanden makkelijker ingelopen kunnen worden. Het is technisch-organisatorisch toch niet heel makkelijk om plotseling weer alle kinderen op school te hebben. Je moet zich voorstellen, we hebben zo'n 150.000 leerlingen en studenten en zo'n 12.000 tot 13.000 leerkrachten en docenten. En als je een hele tijd bij de helft hebt gewerkt, is het de opgave om plotseling weer met 100% te werken. Maar onze schoolleiders zijn topmanagers. Die hebben heel veel ervaring in hoe ze hun school inrichten. En vooral omdat de Mohana-regels blijven gelden. Het is niet zo dat de protocollen met betrekking tot COVID ineens overboord worden gegooid, maar de Mohana-regels blijven gelden. En er is heel lang geoefend met een kleinere groep en ik ben helemaal overtuigd dat de schoolleiders hun managementcapaciteiten gaan inzetten in deze voorbereidingsweek. Dus ze hebben ongeveer een halve week plus het weekend de ruimte om zich voor te bereiden op een volle school weer. En de ouders hebben, vooral bij de kleintjes, hebben de ouders weer de ruimte om de kinderen naar school te brengen en niet thuis te laten. Soms thuis te laten met was voor heel veel mensen een probleem, omdat ze geen oppas thuis hadden. Die zullen dus blij zijn dat de school weer open gaat, niet dat de school een oppas een plek is, maar ze zullen wel blij zijn dat de kinderen weer hele dagen een les krijgen en zich bezig kunnen houden met hun andere vriendjes. Vooral de leerlingen, voor de leerlingen en de studenten is het prettig dat ze hun vrienden weer zien. Een heleboel studenten hadden daar psychisch problemen mee, dat ze elkaar niet vaak genoeg zagen. Dus voor die studenten ben ik blij dat we eindelijk weer kunnen beginnen.
Een belangrijk ding is dat ook de bussen weer vol zullen lopen. Wanneer je zo'n 60.000 op straat hebt, is het wat anders dan wanneer je 150.000 in één keer op straat krijgt. Het zal een beetje drukker worden en de bussen zullen weer een beetje voller raken. En wat dat betreft moeten we gewoon een extra aandacht vragen van de studenten zelf. De Mohana-regels blijven gelden. Dus je hoort je mondkap op te hebben. Je op school aankomen betekent nog steeds bij de poort de handen ontsmetten. In de toiletten, zee, water bakken. Niet te veel mensen tegelijk in de pauze. Maar er is voldoende geoefend in het afgelopen anderhalf jaar. Wat betreft het rooster, daar zullen vooral de middelbare scholen een klein beetje last van hebben. Laat me zeggen vanaf VUJ, omdat dat vakken zijn. Het gaat om vakken, een vakkenpakket, een vakkenrooster. Maar nogmaals, de schoolleiders zijn het gewend en ze hebben heel veel ervaring. En we kunnen de komende dagen tot en met het weekend intensief met elkaar van gedachten wisselen. Om maandag langzaam en voorzichtig te beginnen met een nieuw schooljaar. Laat me zeggen in de zin van een nieuwe periode in het schooljaar. Waarbij we weer allemaal tegelijk naar school mogen. Maar nogmaals, de Mohana-regels blijven gelden. Dank u wel. Dank u wel, minister Onderwijs. Ik heb het gevoel dat mijn VG nog een toevoeging heeft. Mijn VG, heb ik het juist? Ja, dat klopt. Ook dank aan collega Levens. Ik wil toch ingaan op een paar kwesties, een paar situaties die we moeten benadrukken. Eén is, zeker als we kijken, ik ga het even weg. Zeker als we kijken naar de leeftijd van kinderen. U weet dat we in Suriname vooralsnog boven 12 jaar vaccineren. En we moedigen dus ook ouders aan om verzorgersouders, in ieder geval de verantwoordelijken die de zorg hebben over kinderen boven 12 jaar, moedigen we aan om te gaan vaccineren, de kinderen te laten vaccineren. Het is bewezen dat het beschermt, het is effectief, het is de meest effectieve interventie die je kan toepassen in de strijd tegen COVID-19. Dat werkt. We hebben verder de kinderen onder 12 jaar gemerkt, en dat zeggen de kinderartsen ook in het advies, dat het redelijk meevalt wanneer kinderen onder 12 jaar COVID krijgen. En met name de aanwezigheid van Omicron heeft wereldwijd ook gezorgd voor misschien wel heel veel gevallen in korte tijd, maar we merken dat de klachten veel milder verlopen dan de eerdere varianten. Verder, niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten, het ondersteunend personeel op school, en anderen die direct of indirect betrokken zijn in het onderwijsproces, zou ik willen oproepen, als u nog twijfelt om te vaccineren, doet u dat ook. Als u al volledig gevaccineerd bent, gaat u de boosterprik halen. De boosterprik heeft eigenlijk heel veel levens bespaard in de COVID-golf waar wij nu uitstappen. Het is heel belangrijk. We mogen ook van geluk spreken in Suriname, dat de meeste scholen van ons een goede ventilatie hebben. In het buitenland gaat men met veel meer tact om, omdat de scholen meestal indoor zijn en een niet adequate ventilatie hebben. Dus in Suriname hebben wij gelukkig de situatie dat de meeste scholen, ik denk misschien een aantal particuliere scholen of andere die wel een indoor mogelijkheid hebben, ook daar roepen op, hou de deuren en ramen zoveel mogelijk open, zodat het virus in ieder geval mogelijk, als die aanwezig is, ook niet lang blijft hangen in de ruimte. Heel belangrijk is te weten aan ouders vooral, dat heb ik ook bij de start van het onderwijsproces gezegd, altijd, ouders, kinderen, de school is geen ziekenboeg. En dat geldt ook voor leerkrachten. De school is uiteraard geen plek waar u uw kind plaatst terwijl die ziek is. Als een kind ziek is, of een leerkracht ziek is, of iemand anders ziek is, maak u contact met uw huisarts. De huisarts is de aangewezen persoon, aangewezen instantie, deskundige om u te begeleiden als u klachten hebt. U kunt swabben. We hebben genoeg testen. We hebben genoeg vaccins.
alles is aanwezig om iedereen te kunnen voorzien. In elk geval, zoals minister Levens aanhaalt, zal het onderwijsproces op maandag 21 januari, dus februari, sorry, zo normaal mogelijk opstarten. We zullen rekening houden met de start, de situaties in de startperiode, maar in elk geval zal dit besluit gelden totdat op basis van epidemiologische indicatoren er nieuwe interventies nodig zijn. Dat betekent, als de situatie mocht gaan veranderen, wat natuurlijk niemand hoopt, zullen wij uiteraard, en dat doet het OMT constant, we evalueren, we kijken naar data, we analyseren, we volgen de adviezen van de kinderartsen en dan zullen we uiteraard terugkomen als het nodig mag blijken om over te gaan tot wederom verscherping. Maar vooralsnog willen wij eigenlijk het onderwijs prioriteit geven in het traject tot normalisatie. In de komende periode zal de regering door middel van meerdere momenten met u, communicatiemomenten met u, aangeven wat het plan is voor Suriname om te komen tot een stukje normalisatie, zoals velen dat noemen, van COVID-19. Uiteraard zullen we altijd op basis van evaluatie met deskundigen, met sectoren, met partners die we altijd hebben geconsulteerd in COVID-19, terugkoppelen met u. Een van de belangrijke partners is de Nationale Assemblée. Sectoren die we continu betrokken hebben in besluitvorming bij COVID-19. Dus dit is de grote lijnen. En ik wil ieder oproepen, hebt u vertrouwen in het advies van de deskundigen, hebt u vertrouwen in de regering. En laten we met z'n allen werken naar een COVID-veilige omgeving, een COVID-veilige school. Dank u wel, minister. Kijkers en luisteraars, wij zijn met momenten bij u terug om de regeringsraad, tenminste de besluiten die zijn genomen in de regeringsraad, de revue met u te laten passeren. Nog enkele momenten, dan zijn wij er zo terug. Dank u wel voor uw geduld. Daarnet hebben we gehad de minister van Onderwijs en de minister van Volksgezondheid. En we zijn er op dit moment om de agenda van de regeringsraad met u door te nemen. U heeft daarnet gehoord dat de uitfasering van COVID-19 een feit is en dat de regering nu kijkt naar modaliteiten om ervoor te zorgen dat we met de aangepaste condities van COVID-19 leren leven. Voor brokke in Asranang, wat een situatie na COVID-19? De omloeku fa asiki e kinki en fa de omstandigheden rondom asiki e kinki tu so omloeku tak fa de maatregelen sa unu e teki fu beskara musrefi nan a samenleving fa de maatregelen de maatregel dat kan kinki so a buroko in wan forreel fu wala mala wansan sa uan digin chaka fesi wansa e kong in a periode no fesi sabi hora ere dat de COVID-19 maatregel altijd ben go gepaard voor een PC sa ube pot ne fesi a pis dat altijd in a toekomende tijd o de wan PC na gasawa abif go rekening dat na amo hana pistori wansa kong en wansa kenki in de maatregel usita kwa een constante factor wansa sa ta altijd bij de mohana maatregel bij jude verplicht voor horitje afstand voor makadra a anderhalve meter wat die tante in acht jude verplicht voor gebruik je mondkap die jude na presi zijn no openlucht die dan asmelo dlontu jude verplicht voor was je aan voor zorgen dat apis hygiëne dat je tek in acht dus we absoluut tak wansan kong in atensa de ofisi u horden drisan dis Orden Stevie, dat je sanitize aan, dat je hoort afstand en dat je hoort mond- en neusbescherming. PUD, blond toen aan astma. Oké, de Sansan kon een officie in een wiki vergadering DC. We hebben in een wiki verlopen, we hebben het National Rest, NRA. In een wiki, minister voor Justitie en Politie geeft een voortgangsrapport voor Soru Sana de Sansan vindt plaats. U drie points aan de agenda gaan naar Traviki en dan naar presentatie voor Ashorbees, zei ik om. U zult ook Ashorbees naar PISP, a local content in de oil and gas sector. Ook kon tot uiting. Zou bij ook tot idee dat ik wat raadsvoorstel voor reisdocumenten keur goed kaba. Als je naar staatsraad naar DNA, waarbij het toren taki, dat va afvisum afhandeling de kodre pe unap visum van Urumoro, maar pe
jong pai die arrest document dat je komt. Je ziet dat voor website, maar of je gooit naar richting dat voor website, dat je kan pai jana saranang te je doro, zodat afreizen naar saranang kan de wan sansa ego moro makkelijk, zodat moro omzet kan kong je akondre en dan gro a economia gro sa wap van ungu kan kan jaren kon tap hang. If uluku faral api story san taki in a koma kandara sa uwe apu oil and gas pe president Chandrika Prasad Santokhi meet nanga enkoli hafu Guyana enkoli hafu Barbados nanga enkoli hafu Ghana la ushtak apis apis pesma e kenki fu awan kondre go na tra kondre ef na fakansi ringe go hori ef na buroko de go hori na prespari tori sang yung set in kondre go sura ta dor fur kande if you look utak in taki na nga Bahamas, kung na-visit tag Bahamas sa 300,000 sma no mo, ma Bahamas ako ang focus na bayan na 900,000 sma ang turisma e borap sa adewe, tako about 1.2 million sma sa na wawoyo gi saranang, wawoyo gi turisma, wawoyo gi watra sa wabja, wawoyo gi pranggrong mang, dos wa awoyo sang wabi, ukan chare waka moro brali wa nga, ako do 600,000 sma sa wabja, a produksi sa wabja, a noman char a stimulans, dos umuslo ku, luku moro boyo na ulond londu fusanka yepu mek a economy grow diversifiteit lek fawe garen tak diversifikatsi tak ino kan stui na wang tapapis oil and gas men luku moro brona feral play van de brona ina tori fu resu wap chin jugu jugu wap chi opopo bede pe aboskopu prati door a minister fu financia tak differenti resu tikan. Umsaptak na garalanti mo gya shaktisi fa ay go te garalanti mo spay. Te garalanti poto auroko, en auroko du, dang fos auroko poti da walo papira auroko e fola, pe enkhalak a directoro of a directorat of a cabinet of sang, a pisfulanti sa opot auroko, mus aksi tu stemming, tak auroko mag poti, tak de mag bay fa auroko. Tere kis atu stemming dat tak de mag pai fa uroko tak uroko mag poti da uroke du. So lizi uroke du tu da atu stemming aksi baka baka. Mas solanga uroko du of solanga atu stemming de tak uroko du da a pai pisi e start. A pai pisi e start nga wantu administrative stop nga wa fatalak stop telek amoni e dora amoni e store tapa rekening fu asma sa pot uroko. A erste belangrijk stap in a pistor dat na takwa resu ede. Da asma sa pota uroko e kisa resu. Ta asma kisa resu, da in principe garalanti gitu stemming, tak a pis mondat a begroeting ma showing, dus a pis mondat o pai. Ma dat no an tak tak a pis moni dat pai kaba. Dus tu yere resu, unum dinki tak a moni pai ba, dat no an tak a moni alokera, moni reservera, moni pot apart, so dat de uroko mandat kan pai. Ma a fasfa kondre da degerege ekonomis, da a kondre musluku no sort paiman a kondre o potafesi, en sort paiman a kondre o aksita i kandukan kapkape of kandukan bigigiwan deal. Fanoit a komunikatsi din Suriname, uli ina sembo to dat, tak wapuantu smasa un pai fu ayari sa psano baka sa liver de dinsta, sa kis de resuba, masa enkele ke koi na sem asem system dat tak de kisa resuma da dem wakti ifa, wan amoni aloker, amoni potfrey, ma afasfa a minister fu financia, e luku e dongoko, e dongoko, e wegigo, wegigo, sang likfawe karen a prioriteit, dan so resu noma pai in wang, maka ne wan pisfeng o bigin pai. De resu sang de fes 2020 we look at that ook want if you roko gigralanti continuity van bestuur you roko gigralanti that if you do in 2014 if you do in 2015 of you do in 2020 you must kiss you pai uneme krap na pistola sabe tak wel na ala den pai masa meki no u make them front word to de pai masa be meki na periuda en gelak vanaf vorige regering de ala de tiari sa de no baka u sap tak de reger de pai man dat no mek front word to so pai man mek serefi tak de groeting no be tek de serefi dus dat e chara bigi uitdaging di garanti no no de fa do pai de uru pai man dat man dat do pai dat opsa dus we aksi ala desma sa ap pai man alanti fu hori chim pasensi en e fu yera tori farosu de kan jom pa lok tu babriti tak i atorfi e waka ma im sap tak enkhalak atorfi di ma stap pe e kirori ifa
telek ministeri minister lo kutako ki sa a campaign no no de wan na butu udete a ekonomia de inwa principe u herstelling a stabilite de ma isa fare sande if you long pay ala de pay ma no no de de me kwa olo baka na regering dis anwa regering fu mek olo sondro fu sa fauta a regering dis na wa regering sa edu verantwoord to uitgave dus wo aksi inwas ma sa kiswa rasu fu garanti fu horispangu ifa terwijl aan ministeren werk uit soort rustie op bij dat soort moment. Hoe hoopt dat naar een pistool dat u legt uit, dat kan een misverstaan bij de, dat die jaren waar rustie, die denkt dat u op bij direct nee, die jaren waar rustie, dat want dat administratieve afhandeling, alle de papieratorie, voor bij op bij mannen die in orde, en op bij mannen die bezig is voor werk nu, voor bij. Toen dat aan toren dat die, dan omsabi, tak wantratori sang behandel ja natak trawiki wan presentatsi de ina regeringsraad fu ala den projekte sagaralanti odu nanga fu ala den projekte sagaralanti edu fu gibaka komita samaliving so bung de sociale projekte dat e kontrawiki dus trawiki munza dau de jabaka do prata pistor dat nanga uno fanoi de ministeris fu gobaka nator fu leresu fanoi de ministeris minister fu financia aksi iniwa minister iniwa post sendere sukom sai abi sen ala ne goedkeuring sai abi da wo dongo go wegi konda wo luku sort one thing wo begin pai sort one te a priorite en anota iniwa pai mana priorite ma so ante pai ma you must do no no de en so ante de kan tak first day sere finanga smata ki kan mi kan pai in tutron in dritron in fotron so dat u kan verstou sere fi en a dienstverlening kan tang godoro wa werk op anticorruptie de bezigheid du presentatie no no de nanga anticorruptie wet PWW dat a strafbaar stelling fu overheidsfunctionarissen dat want dat sang sma se buroko gigralanti mus du so dat in de bescherm de srefi fu no make fou sa opot de strafbaar ma tu ook tu fu garalanti kan sabi tak disna de marki in sangwans ma se uroko na garalanti mag bewi disna sa de mag tu en disna de sansa de strafbaar if u luku a pisna ubaka da u shita ka pisna ubaka cha strafu fu wa antal sma sambeng de forbonna na garalanti kong om dat de psa de marki we alanti disa tak in a kader fu transparansi fu beleid uang verscherpa wetgeving en uang chara kom moro cross bi so dat sma no mango beute den bukia fu di euro kona garalanti you must sap you frantuortu e you must sap tak de uitgave sa you mag du abi tere abi beperkinga abi uang pis wetgeving abi uang pis kader in sa you must hor you serefi de strawiki de presentatie e kongen na trawiki wo kapa pistor dat uktun na nga uno na duwana atori fu a management team no bens don so switi en kan de a uitleg be man keer ipchen so foro wiku tak atori dat sap tak a team dat kenki wa antal elemente voeg tu waaronder wa sma fu a vakbond ook tu voeg tu dus dan we hoop dat employer dra pe streke glad en tak a team dat de fu sorgu tak wan transitsi kon en bena siksimum monitore e evaluatsi tak sandra pe bigi waka wapchin so moro switi ook Wendy Aminta dat nou aan nensa usa yere in a samenleving DC te ego omtrent tori fu Cuba buitengewoon na gevolmachtig ambassadeur fu Cuba dat na aan yung smasa osdong in a post dati dus te weta Cuba tori na vanaf 15 december abonnoemen de effectief fu missie Wendy Aminta a normalisatie fu a onderwijs proces dat nou aan tratori ma ator dat utak sonet kaba dus ator dat me aksu fu hori chimpasesi ini wan sansa aptama kana de covid 19 madrihal na nga anyu fasi fa de covid madrihal o manifesterding ko inde di ko inde di di sho yere moro fendus frida o chi moro bradi panel diskusi o kompe de bigere maf kondre de bigere maf omp o kolleho et precis sana den kenki so kom en saide de kenki o kom e wo so gu fanoit si de esta uchara pis interaksi kom wo ta kanga de bigi brada fu fu stfs wo ta kanga de bigi brada fu fu srs wo ta kanga de bigi brada fu fu srs wo ta kanga de bigi safu fu atf fu duen sama lik fu guenti tak afrida dis tak ano fu regering wang apis informatie kom ma ook to a bevolking de vraag
machaka visie, zodat je sabi voor go om naar COVID-19 in afvervolle. Sana de voorstel en sana de taki san taki, wa api story dan. A task force zwaar materieel, trawiki, e kontu dus trawiki dat nou asan zou, chakon ook tu. Menowe, kistu stemming voel ik op historie voor waste management. Dat want dat op is afval verwerking. Sasra nang want du nanga afval. Want teka afval do kenken troi energie. Want teka afval do met wan sanitary landfill. Dat want dat wan prespe. Ye. Story afval dat wan correct fasi. Op historie dat garanti de bezige werk uit ook tu. Tratori san garanti de bezige werk uit. Na a tweede broek is amuskom abrasara na liba. Pe abroi ki mos kon precis, fa abroi ki o financier, o de public-private partnership, garanti srefo te kwalinen pai, ala den tori dat etaki, en trawi ki u fu ap moro informatsi about ator dat ook. Adensdag se kon IDB, drilling fu IDB o seti, en ina vervolgen RRV, dan fu trawi ki, da atori otaki, pe wole hu uit sana de projekte, en sa odu precis na namuni sa uleni. Sabi tak fusuko nak bafa pistoris sab tak ataki sa horti de ina regering serat na impresipo ataki pe under dile fu gralanti fu namku a minister fu natula ko helo brana a minister fu beuta lansa saka nanga eleman fu kondre president Chandrika Prasad Santoki en gelak rekstrix fu sorgen hu den kmoto uita vliegte fu a oil and gas conferensi sa den hori na Guyana en rechtstreeks uit dat voertuig de domoko in een vergadering ja. Dus in sataka regering die ze uroko en een regering die ze tauroko. U mag avond tinso bewonderen en die denkt dat u mag spreek want tinso. Dankzegging uit, gomit a president na garantief kondre, want sataka auroko euroko godora. A traject na Guyana behebi, abe de drie intensief day, futak na de bigede de wan Guyana, de bigede de wan Guyana, na de bigede de wan fu Barbados, fu sap San wachako ina pers conferensi sa hori usabi sana de tori sa taki usabi san de kondrebis apfanuru en usab saide ugo na den kondrebis dat na agba fa pistoris garanti euroko misef moto eta flichte langa langa longko ina vergadering dis ma udo beman klara di fos ube prata nyon sulis na nga unu wang prinspartori na nga sang memus gue in a vergadering dis of in a presentatie dis na tak atenge doro pe umus fu anukawang do luku sa etayun ene fu luku afraga sa deno baka na in principe dat na amoro balang reksan sa etayun tu doro Barbados do takangade dan apis oposisi koalisi de in Barbados uk matewen tak Barbados story na nga sa Barbados obetikan ina samawarking fusaranang da uneta ka nga oposisi no sa koalisi fu Barbados. Dus in principe we doen een oproep naar alle sranaman. Terwijl we in de voetsporen van Guyana, want Guyana fin offshore polyfosuno amonda te begin. Kondra pekba. Dat we shitak apis pe kondre bondru kawan. En pe kondre takanga de serifika. In dis na arrechting pe wogo. So we doen. Na no, pisa de prespari fuchara ontwikkeling kom. Dus unogba doen een oproep naar sranaman. Tak aten doro fu stop ina denki tak u de 26 Mei 2020 wan di baka verkisen no u mus kunto oita denki dat u mus luku fawo bondru anu kawan if wan me kwan fout luku fawo yepen if am strafa luku fawo strafe af ma ko luku sa et tayunu ko luku sa et charu kawan so dat samo u kan me kwan kofu fu godoro wan de watra sa ekono tapona watra pe wa abivro ko tranga fuchara ontwikkeling en unoman gebruik apispis jugu in Saudi unoman gebruiken if one misverstand de of one sande pune for stous refi dan uno aba mogelijkheid fu kis fawe go om na ngare misverstand dat tak to char asan ko nyusu meka de positive san san e yepu bo kondre op so mi wan kar ini wan sranaman you bedraga meka de wan bedraga sa e yep bo kondre. En if you no de sofara ete, taki mandu an bedraga fu yep bo kondre, no yep broko kondre uktu, want ini wan san sa wedu, ap ingevolg. We shitak solisi
politiek entiteit in akonder die sê want tampus wa agenda lek a regering dis nou a regering sa ebeste uit kampu. La kouta kasan let fasan de. In jou verkiezing kampe de fosa verkiezing. Op basis van fa a verkiezing waka den kampu e kona wang e fa de fanudu dat de kampu e bo wa regering. Dus usabi tak nonu de na fo kampu ka wang fu bo wa regering. Dus solisi Sanode, pe kanu neversta musref helemaal. En dat mag. Want alle den kampudis, e vertegenwoordig, alles massa dienstranang. En abesa de wan moois aan efu alla 600.000, nanga den 300.000 of 400.000 sa da trakondre, ben sa tak wantong otap in iwa momenti. Dus moment sa de, pe u neverstousrefi. Maar de moment sa neverstousrefi, dan sabi, dat lik van wit mantaki, alle grote oorlogen worden aan de onderhandelingstafel opgelost. Zo we kan ons refi, voor no char moro jugu jugu ko in a samenleving. Maar luku, fou kan char moro oplossen. Uno man verstoos refi in wantori, kuno fetatori in media, kuno fetatora dorosi. Maar ku, gondru ka wang, want uiteindelijk, wansi mek bigi, wansi mek jugu juga doro, na sem onderhandelingstafel die je abif kosdom, fu losan op. Dus kou luku, fu gona wan saranampe, uman go fol wasa om, nanga misverstande, kuno trop trobisma nanga de pti on inigheid so de. Ja, pti on inigheid de de. Maar, de on inigheid dat mus meku kon moro trangan, mus meku kon moro fol wasan, en na fasfa we pake an, o sorgu, tak ukande a tranga, a moi saranan, sa ukande. Leri uit de fout zat ra memeki en meku igi pasi. En woma meka pasi soso en fudwen together. Aboskopu altijd na lobby. Tetra wiki, angatori fa wiki.